is jouw lifestyle? Ja, je hele manier van leven, sporten, voeding, de manier waarop jij met je vrienden omgaat, lijkt me. Gewoon geniet van je leven en doen wat je wil doen. Does someone follow passion or like my hobbies, priorities in life, lifestyle. What do I eat? That is also lifestyle for me. Als het lekker bij je voelt hoe ik bijloopt, dat is mijn levensstijl. It's everything that defines who you are, I guess. Welkom bij een nieuwe aflevering van MeTV. Deze aflevering gaat over lifestyle. Blijf kijken. Wist je dat veganisten dat helemaal niet mogen eten? Oh echt? Ik kan me niet voorstellen, man. Dat is dus het geval bij Caro. Ze is een veganist en ze houdt daar elke dag rekening mee. Ze is een vriendin van Melissa en ze liep een dagje met haar mee. Check hem. Yo, vandaag gaan we langs bij Caro. Caro is veganistisch en we gaan een lekker taart maken op zijn veganstijl. Hey. Hey. Kom binnen. Yo. Wat gaan wij doen? We gaan boodschappen doen. En dan gaan we zo meteen een taart pakken. En ik neem aan een veganistische taart, toch? Een veganistische taart, nou, ja. Nou, ik ben benieuwd. Zullen we dan maar gaan? Yes! Oké. Okay. Nou, Karel, jij bent dus veganistisch. Kan je mij vertellen wat het nou eigenlijk precies nou inhoudt? Veganisme houdt eigenlijk in dat je niks eet of gebruikt wat van dieren komt. Dus hoe kan ik dat eigenlijk dan zien? Ik drink bijvoorbeeld geen melk. Ik eet geen eieren. Ik draag geen wol. Ik draag geen leer of zijde of dat soort dingen. En ik neem dus ook aan, je mag ook geen vlees? Ook geen vlees, nee. Oké. Okay. Maar als je dus boodschappen gaat doen, waar moet je dan vooral op gaan letten? Als ik iets koop, dan kijk ik altijd of er dus melk in zit, of er wijpoeder in zit en naar de E-nummers. Oh wacht, dus je kan ook gewoon in de normale supermarkt de boodschappen doen? Ja. Oh, oké. Okay. We hebben een taartvorm. Hatsa. En dit is het recept. De appelcrisp. Het is een soort appeltaart en mijn moeder maakt hem altijd en het zegt, ik vind het heel erg lekker. Oké. Okay. Dus. Maar, wacht eens even, ik zie je wel hier boter staan. Maar je hebt ook plantaardige boter. Ah, oké. Okay. Ik heb echt een enorm pak boter. Even voor de kijkers thuis. Dit is dus een pakje boter. Hatsa. Maar Karel, hoe kom je eigenlijk trouwens op het idee om veganistisch te worden? Ik had een heel erg beeld van veganisme dat super overdreven en ingewikkeld en dat soort dingen. Mm-hmm. Maar toen was ik daar best wel in geïnteresseerd. En toen dacht ik, oké, ik ga daar gewoon informatie over opzoeken. En toen ben ik op internet gaan kijken en toen kwam ik er eigenlijk achter dat de zuivelindustrie de vleesindustrie heel erg in stand houdt. Ik wil niet dat door mij een dier heeft geleed, laat maar zeggen. En ja. Alle veganisten bij elkaar zorgen wel ervoor dat er dus minder zuivelproducten worden verkocht. Ja. Maar mis je dan niet aantal eten, producten dan niet? Ik vind het wel bijvoorbeeld jammer als het lekker weer is dat ik niet... Ja, ik kan wel sorbet ijs eten, maar het meeste ijs is op melkbasis. Dus dan denk ik wel, oh, chocoladeijsje of zo. Ja. En soms op een luie zondagochtend zou ik best wel een eitje willen bakken. Maar ik vind het wel waard. Ja. Want het heeft ook veel positieve kanten. En ik weet waarom ik het doe. En je krijgt ook wel dat mensen wel respect voor je hebben of zo. En dan denk ik, oh ja, ik kan dit wel. En dan ben ik wel trots op mezelf. Ja. Ja, ik denk dat we nog een beetje bij moeten maken. Ja, we nu lekker in de oven zetten. Zo, ik vind het al dik stoom af. Het ziet er lekker uit. Het ziet er niet echt meer uit als ja. Maar, Carol, denk je dat je dit je hele leven blijft volhouden, veganistisch zijn? Mijn hele leven weet ik niet, omdat ik wel vind dat mijn gezondheid voorgaat. Dus stel dat ik
er ziek van dat ik echt meer stof nodig heb of dat soort dingen, dan zou ik het niet doen, maar ik ga het zeker proberen. Ja. Want ik word er wel gelukkig van. Ja. Denk jij dat mensen te veel doorslaan in hun lifestyle? Yo, hey, yo, what up man? Denk het wel. Soms zie je wel mensen lopen en denk van ja, misschien iets te. Absoluut. Kijk om me heen waar soms bepaalde types rondlopen. Heb ik daar van ja, joh, je bent al mooi wat je bent of mooi meisje dat je bent. Je hoeft niet per se je haar helemaal rood te doen of kortik te doen of emo te doen of zo. Wees gewoon jezelf. Als je iets leuk vindt, dan doe het gewoon. Zolang het oprecht is, dan geloof ik dat iedereen zijn eigen lifestyle wel vindt. En daar moet ik me dan maar bij neerleggen of ik het ermee eens ben of niet. Ja, zeker wel. Ik bedoel, je zit nu, net zoals ik net al zei, die hype dat iedereen opeens zo gezond gaat eten. Mensen slaan daar zeker in door en die worden zelfs juist ongezonder. I like people who go for something. I like that kind of lifestyle. Iedereen zijn ding. Zolang je een ander niet lastig ermee valt of dat het ten koste gaat van andere mensen. Nee, ieder persoon doet wat hij zelf wilt en wie ben jij om iemand anders te beoordelen? What the fuck was jij nou aan het doen? Ik was aan het vriezen, man. Dat zie je toch? Sorry man, maar je bakt er echt helemaal niks van. Ah, fuck op. Maar je hebt geluk. Je kan namelijk freerunles nemen bij Aquila Agilis. Zie je? Kijk maar eens even naar het item wat we hebben gemaakt. Eigenlijk is parcours daaruit ontstaan, ja, dat je jezelf je grenzen wilt verleggen. Je raakt heel zelfverzekerd van jezelf. Je gaat je lichaam ontzettend vertrouwen. Als ik, als ik aan het freerunnen ben of aan het parcouren, dan het is gewoon heerlijk om te doen. Je traint ergens voor, je hebt uitdagingen, je probeert een muurtje op te komen, lukt steeds niet. Uiteindelijk lukt het wel en dan heb je weer een hindernis, ja, overbrugd. Het geeft me een heel goed gevoel, omdat je hard aan het sporten bent en je daagt jezelf heel erg veel uit. Je bent echt continu bezig. Je breidt je conditie uit en ja, je verlegt grenzen. De discipline is heel erg mooi. Iedereen kan het doen. Het enige wat je nodig hebt is een lichaam. De rest komt vanzelf. Ja, je krijgt een andere visie. Als je op straat loopt, je kijkt naar andere dingen. Je ziet alles op een andere manier. Een hekje is niet meer puur een hekje waar je omheen moet lopen. Maar je kan er iets leuks mee doen. Je kan er overheen. Een muur, bijvoorbeeld een trap of wat dan ook. Dat houdt je niet tegen, maar ja. Je hebt gewoon de vrijheid, in principe. MeTV! Brian, best vet wat je speelt, maar dat is natuurlijk niks vergeleken met wat Lewis I doet in de volgende aflevering van Meet the Music. Check even de aflevering zodat je wat kan leren, man. Welkom bij Meet the Music, het muziekprogramma voor jongeren uit Arnhem om te laten zien wat ze in huis hebben. Aan de hand van 3 vragen komen we meer te weten over de artiesten. Deze week zijn we bij. Wij zijn Lewis Zai, ik ben Sven, zanger en gitarist. Hier naast me zit. Friso, 22 jaar, gitarist en een beetje achtergrondzang. En ik ben Arjan, ik ben 21 jaar, ik ben bassist. En helaas is onze drummer zijn eigen interview aan het houden. Maar hier heb je hem, Jitse Miedewa. 20 jaar. Vraag 1. Waar kunnen we jullie van kennen? Nou, ik denk van de vele van de optredens in Arnhem en natuurlijk Park Open, daar hebben we vorig jaar gestaan. We hebben toen ook de Young Talent Stage, de voorrondes, gewonnen.
En daarnaast hebben we recent meegedaan aan Oda in Arnhem. En dat was een wedstrijd voor de songtitel Beste Song over Arnhem. En daar zijn we ook in de quicklist beland. Dus van, dat zijn de beste 10 van de 60. Dus daar zijn we erg trots op. Ja. Vraag 2. Waar zijn jullie op dit moment mee bezig? Momenteel zijn we druk bezig met het opnemen van ons eerste EP. Mr. Moody's Mistold Stories. Dat is een hele... kan je over je tong heen vallen. Het wordt een 5-nummerig EP. Die echt ons als band laat zien en onze karakter neerzet. En onze stijl goed in beeld brengt. Ja. Vraag 3. Wat zijn onze plannen voor de toekomst? Natuurlijk gewoon veel optreden, onze sound nog meer ontwikkelen, nummers blijven schrijven. En uiteindelijk willen we natuurlijk ons EP'tje tot een album maken en veel blijven optreden. Groot worden eigenlijk. Ja. En zo snel mogelijk. Blijf kijken, we komen zo terug en we gaan ons eigen liedje spelen, Dance Romance. Denk jij dat jouw lifestyle de komende jaren nog gaat veranderen? Ja, ik denk door de leeftijd, door de werk, omgeving. Ja, dat verandert automatisch bij mij. Ik doe geen moeite of zo. Ja, denk het wel. Ik wil toch een beetje met de hype meegaan, gezonder eten, meer sporten, dat soort dingen. No, it will change. Like, up to now I've always stayed in like one city. And I think like in like later on, like in 5 to 10 years, I will like travel way more. Ja, zeker weten. Ja, ik ben nu student en een beetje arme jongen, maar dat gaat wel veranderen in de komende jaren. Dus daarmee verandert mijn lifestyle ook wel, denk ik. Ik denk dat die nog wel zal veranderen, ja, in de komende jaren. Omdat je toch andere visies krijgt op bepaalde dingen. En daardoor ook je lifestyle verandert. Dat was dan weer voor deze aflevering Lifestyle. Like ons op Facebook en volg ons op Twitter. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. What the fuck? Shit, ik ben te laat. Nou ja.